Oh, een licht. Oh mijn god, al die apen kijken naar boven van... Wow! Wow! Een UFO! Wat de heck gebeurt er hier allemaal? Oh mijn god, ik ben gewoon ontvoerd door aliens. Welkom bij deze video. Vandaag duiken wij de map in van Grand Theft Auto 5. Wij gaan namelijk op verkenning samen met Michael. Maar voor we dat gaan doen, heb ik een challenge voor jou. Lukt het jou namelijk om binnen 5 seconden op dat blauwe duimpje omhoog te drukken en op die abonneerknop hier beneden? En dan zal ik je ook een tip geven die je kan helpen met deze challenge. Ik zou zeggen, draai nu alvast je scherm om, zodat jij zo snel mogelijk op die knoppen kan drukken. Daar gaan we dan in 5, 4, 3, 2, 1... 0. Je kan me ook volgen op Instagram via de link hieronder in de beschrijving. Mijn Instagram account staat op privé, maar ik zal iedereen die mij nu gaat volgen accepteren. We zitten hier lekker met Michael een filmpje te kijken, zoals je kan zien. Vandaag nemen we natuurlijk een kijkje in het leven van Michael. Maar daar komt Amanda aan. En Amanda zegt dat Michael niet mag roken in zijn eigen huis. Ik snap Amanda op zich wel, maar Michael heeft wel hard gewerkt voor dit huis. En dat hij zo gecommandeerd wordt, vindt Michael denk ik ook niet zo heel leuk. Oh nee, dit begint volgens mij uit te komen op een ruzie. Daar lijkt het tenminste op. Michael doet de tv boos uit. Wat gaat er hier allemaal gebeuren? Oh, en daar is de yoga man. Hallo, docent van de... Daarachter staat ook de yoga leraar, zoals je kan zien hier. En zij doen de speciale begroeting. En Michael, die zit er echt bij van, ja, wat is dit nou weer, die yoga? Ik snap er helemaal niks van. Maar wat gaat Michael doen? Michael, die wil een keertje meedoen. Volgens mij heeft de yoga docent er wel zin in en laat de yoga leraar Michael gewoon lekker meedoen met de yoga les. Dus wij gaan nu gewoon yoga met Michael erbij en met de vrouw van Michael. Ze gaan lekker naar buiten. De matjes liggen hier lekker al klaar voor de yogales natuurlijk. En ik ben er benieuwd naar hoe Michael dit gaat doen. Sowieso is dit de eerste keer dat Michael überhaupt een yogalesje neemt. En die doet hij samen met zijn vrouw en met haar yogaleraar natuurlijk. En ze staan er nu bij. Michael snapt er helemaal niks van. Zij staan er al helemaal zen bij, zoals je kan zien. Dat is super grappig. Maar ze moeten even lekker rustig doen. Michael moet eventjes ontspannen voor deze yogales. Hij moet even plaatsnemen op zijn matje natuurlijk ook. En dan kan de yogales pas echt beginnen. Oké, daar gaan we dan. Hij doet het voor. Wat je moet doen, je moet je armen strekken. En je moet een soort vliegtuig nadoen of zo. Oké. Michael, zou jij dat kunnen? Of kan Michael dat niet? Ik ben er super benieuwd naar. Amanda, kan het tenminste wel? Die gaat gelijk ook op. Oké, als een vliegtuigje erbij staat. En Michael zit echt van, moet ik dit echt doen? Ja, Michael, dit moet je echt doen. Alrighty, daar gaat Michael. Michael staat er klaar voor. Deze moeten naar beneden. Hoppakee, goed zo, Michael. Goed zo, Michael. Oké, wat we nu moeten doen, is we moeten zo... Kom op, Michael. Adem in, adem uit. Op zich doet Michael het nog best goed, deze yogales. Volgens mij komt Michael lekker tot rust nu. En volgens mij zijn we klaar met de yogales. Ik denk dat we het allemaal hebben gehaald. Of moeten wij nu weer een hele andere oefening doen? Dus we maken nog even een buiging. Oh, dit hoort ook bij de yogales. Nee, die yogales gaat nog door. Dit duurt al zo lang. En Michael heeft er volgens mij ook al helemaal geen zin in. Maar ze moeten een soort van push-up doen. En dan moeten ze zo omhoog en zo omlaag. En dan moeten ze zo weer omhoog. Oké, Michael die snapt er helemaal niks van. Michael zit ook heel confused te kijken van, wat doen jullie allemaal? Oké. Michael gaat het volgens mij nu ook uitproberen. Michael staat er klaar voor. En daar gaan we dan. Hoppakee. We doen de armen eventjes naar de zijkant. Adem in. Adem uit. Goed zo, Michael. Michael kan dit volgens mij wel nadoen. Ik denk dat Michael het wel in zich heeft. Kom op. Goed zo. Goed zo. Michael heeft de yoga skills wel, hoor. Dat is één ding wat zeker is. Michael is denk ik klaar met de oefening. Michael kan gewoon yoga. Michael is gewoon een yoga professional geworden in één keer, joh. Dat is niet normaal. Michael denkt het helemaal in zich te hebben. En die denkt van, wow, ik kan het gewoon. En die vrouw zegt van, maar hij kan het toch niet zo goed. Oké, wat gaan ze nu doen? Michael die vindt het niet zo, Michael... Wat? Wat de? Michael vond het niet zo leuk wat hij deed. En nu ligt Michael zelf in het zwembad. Wat de heck gebeurde hier ook ineens? Oh nee, en de vrouw van Michael is boos op Michael. Oh nee, en Michael ligt nu in het zwembad. Oh mijn god. Michael dacht van, hè, wat doe je met mijn vrouw? En nu is Michael helemaal nat uit het zwembad. Oh mijn god. Michael, ga maar even langs bij Jimmy. De vrouw van Michael is er namelijk vandoor gegaan. Ik weet niet waar die nu heen is. Maar wij gaan even kijken hoe het met Jimmy gaat in de tussentijd. We zitten natuurlijk vandaag een dag in het leven van Michael. En Michael is boos en slaat ineens in het rond. Dan moet je niet doen in je eigen huis, joh. Hallo Jimmy, we komen de dag voor jou even verpesten, jongen. Wat ben jij hier aan het doen? Michael heeft niet echt zijn dag vandaag. Michael is net in het zwembad gegooid. Dus kom maar wat doen met Michael, Jimmy. Jimmy is natuurlijk de zoon van Michael. En Michael wil het huis uit. Michael heeft even zin om wat te doen. En Jimmy, oké, Jimmy gaat mee. Het is lastig voor Jimmy volgens mij om even te stoppen met zijn spelletje. Volgens mij speelde hij Call of Duty, maar hij gaat mee. Ze gaan lekker samen op verkenning. We gaan
gaan nu naar de auto toe van Michael. En Jimmy gaat dus lekker meerijden. Jimmy heeft zelf natuurlijk nog niet zijn rijbewijs. Dus, stap maar in de auto, Jimmy. Dan gaan we lekker op rijden. Goed zo, rennen. Goed zo. Dan beweegt hij ook nog eens. Naast alleen maar Call of Duty spelen natuurlijk de hele dag. Wij gaan nu lekker een stukje rijden. Wij moeten namelijk naar de Burger Shop. En dan ga ik dus niet alleen heen. Lekker samen met Jimmy. Alleen kan Michael niet zo heel goed rijden. Zo. Maar ja, gelukkig weet Michael wel heel goed hoe hij de stoplichten moet ontwijken. Alleen is het moker druk op de weg. Hebben we schade aan de auto? Ik hoop het niet. Maar er komen echt van alle kanten auto's. Ik wil gewoon zo snel mogelijk naar de Burger Shop. Maar ik rijd natuurlijk nu ook met de zoon van Michael in de auto. En die zou ik natuurlijk ook niet zomaar mogen verwonden. Dat zou niet zo aardig zijn tegenover Jimmy natuurlijk ook. En ook niet tegenover Michael's autootje natuurlijk. En Michael zelf moet het lekker zelf weten natuurlijk. We zijn tenminste wel bijna aangekomen bij de Burger Shop. Het is al aan het einde van de weg. En volgens mij zie ik hem aan de verte. Ik zie hier namelijk een rood restaurantje staan. En inderdaad, dit is de Burger Shop. Hier moeten wij dus even doen. Kom op! Hoppakee, lekker, lekker, lekker. En we zijn aangekomen en ik zie hier al een man staan. En is dit een man waarmee Jimmy een afspraak heeft? Jimmy heeft me namelijk onderweg wat zitten vertellen over een afspraakje die hij had. Maar die man... Wow, oké, ze hebben een hele handshake. Maar die man heeft een zakje in zijn handen. Wat voor zakje heeft die man in zijn handen? Oké. Jimmy haalt volgens mij iets heel illegaals op. En het aparte vind ik dan ook nog dat hij dat doet met zijn vader. En dat zijn vader dat allemaal goed vindt. En de man van de Burger Shop vindt het volgens mij ook wel raar. Die denkt ook van wow, dat je vader gewoon meekomt om dit te halen. Maar hij gaat nog wat halen. Wat gaat hij halen? Oh mijn god. Hij komt ook nog even een milkshake brengen. Jimmy wou er dus ook een milkshake bij. En hij dacht, oh ja, die heb ik binnen liggen. Ik ga hem voor je halen. We hebben nu dus het spul wat Jimmy moest halen. Ik weet niet waar we nu heen gaan. Jimmy heeft zijn milkshake ook bij zich. Maar volgens mij heeft Jimmy zojuist drugs opgehaald. En dat is natuurlijk een beetje heel erg tegen de regels. Het is ook echt niet goed voor je. Dus waarom heeft Jimmy dat gehaald? En waarom laat Michael, de vader van Jimmy, dit ook gewoon zomaar toe dat hij dit haalt? En brengt hij hem er zelfs naartoe? Voor nu gaan we tenminste weer terug naar het huis van Michael natuurlijk. Want we gaan Jimmy weer thuis afzetten. Dit was het kleine avontuurtje wat Michael kon meemaken met zijn zoontje. En voor de rest wil Jimmy volgens mij gewoon weer... Wow! Oh nee. Jimmy heeft me wat gegeven. Nee. Oh mijn god, Jimmy heeft me wat gegeven. Nee! Oh mijn... Jimmy heeft Michael volgens mij wat gegeven. Wat niet zo goed voor je is. Want ik rijd nu letterlijk alle kanten op. Ik moet Jimmy thuis brengen. Jimmy, dit gaat niet lukken zo. Waarom geef je me dit? Ben je gek geworden of zo? Oh mijn god, Jimmy, jij krijgt heel lang huisarrest, kan ik je vertellen. Nee! Oh mijn god, Jimmy, wat gaat er gebeuren, Jimmy? Ik kan niet zo rijden. Oh mijn god, Jimmy, wat doe je, Jimmy? We zijn bijna thuis. Jimmy, wat doet hij? Hij doet de deur open. Moet ik lopen? Jij kan de auto niet in je eentje terugbrengen, Jimmy. Jij kan dat niet. Wow, hij gooit me gewoon uit de auto. Wat? Hij gooit zijn eigen vader gewoon uit de auto. Jimmy, waar ga je heen? Wat? De heck? Gebeurt er hier? Mike? Huh? Wacht. Michael wordt meegesleept. Maar dat is volgens mij niet door Jimmy. Of wel? Oh mijn god, wat gebeurt hier? Michael, waar lig je? Michael ligt ergens op straat. Maar het is nacht. Huh? Een aap? Wat doet die aap hier? Wow! Wat? Het staat hier vol met dansende apen. What the heck? Oh, een licht? Oh mijn god, al die apen kijken naar boven van... Wow! Een UFO! Wat? De heck gebeurt er hier allemaal? Ineens wordt Michael uit de auto gegooid en nu zit hij ineens in een UFO! In GTA... Wow! Oh mijn god, de UFO zit vol met aliens! Wat? Michael wordt onderzocht door aliens! Oh mijn god, wat gaan die aliens met hem doen? Ze raken hem aan! Michael! Laat Michael vrij! Oh mijn god, ik ben gewoon ontvoerd door aliens! Wow! Oh mijn god! Wow! Wat? Ik ben uit de UFO gegooid! In mijn onderbroek! Ze hebben mijn kleding ook nog! Wat gebeurt hier? Wow! Michael, wat heb jij genomen, jongen? Dit is niet goed voor je! Michael, je hebt geen parachute, jongen! Michael! Wat gebeurde hier allemaal? Maar oké, de mensen, dit was dan deze video. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het tof? Zo ja, klik natuurlijk op dat blauwe duimpje. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En klik op dat belletje naast de abonneerknop voor meer video's zoals deze. Maar dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Later!